Je plant een windvaan op een akker in de buurt van Achterveld. Stralend zonnetje erbij en Robin kan zijn hobby uitoefenen. Paramotor vliegen. En dat is heel simpel. Het is een parapentscherm met een motortje op je rug. En dan kan je op elke locatie, mits de wind goed is, kan je vliegen. Robin geeft les en kan het dus goed. Hij draait in de lucht bochten als een kunstschaatser en heeft al duizenden starts en landingen op zijn konto. Maar zomaar een propeller op je rug binden en wegvliegen is er toch echt niet bij. Ja, er gaan natuurlijk wel wat lessen aan vooraf. Je hebt ongeveer 25 uur training nodig. En van die 25 uur vlieg je ongeveer 20 uur. Mocht het tijdens een vlucht misgaan, dan valt de paravlieger niet als een baksteen uit de lucht. Hij heeft een noodparachute bij zich. Heeft hij trouwens één keer bijna moeten gebruiken toen ze koorden in de knoop raakten. Nou, ik heb toen een maatje van mij gebeld en toen sarcastisch gezegd van nou, dat was een bijna doodervaring. Maar je realiseert je wel dat de dingen waar je zelf naartoe werkt op dat moment met acrobatisch vliegen, dat er een risico aan vast zit. En je voelt je wel very much alive, zal ik maar zeggen. Grote kans dat u Robin een keer voorbij ziet vliegen boven onze provincie. Zwaaien vindt hij leuk, maar omdat hij zijn handen vol heeft, is terugzwaaien niet altijd mogelijk.